Hey allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik heb nog 25 minuten, 23 minuten voordat ik lekker een hapje ga eten. En ik dacht, ik heb een adventskalender gekregen van de Body Shop. En ik wil die nu openmaken, ook al is het, 18 september. Ik ga gewoon lekker meteen beginnen. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vindt. Als je meer adventvideo's wil zien, want ik krijg waarschijnlijk nog meer adventskalenders binnen. En aangezien ik niet meer vaak extra video's heb, zijn dit soort video's misschien heel erg leuk. Het is een vet mooie kalender van de Body Shop. Heel erg zwaar, heel erg dik. En hij gaat open met deurtjes. En ik ga hem nu gewoon lekker openmaken. Dat is handig. Yes, dat gaan we doen. Oké, ik ga hem gewoon openmaken. Super mooi. Heel erg leuk. Ik weet dat het niet helemaal in beeld staat, maar dat maakt niet uit. Het is een beetje lastig, want als jullie hem kunnen zien, kan ik hem niet meer zien. Jullie zien hem gewoon niet helemaal, maar dat maakt niet uit. Ik ga pakje 1 gewoon lekker zoeken. Super schattig. Leuk! Dit is het eerste doosje. French Polish Scientist Marie Curie's. Oh! French Polish Scientist Marie Curie's pioneering research on radioactivity led her to become the first woman to win a Nobel Prize and the first person to win twice for the different sciences. Het gaat over allemaal. Ik weet het niet precies. Ik wil er ook niet te lang op ingaan. Dit zit in de eerste. Dit is de Rose Dewy Glow Face Mist. Oh, lekker. Die ruikt echt helemaal naar rozen. En het is dus een face mist. Superleuk. Vind ik heel leuk. Gaan we naar vakje 2. Dit is Agatha Christie. Dit is een mango. Wow, hij ruikt heel lekker. Mango bath bomb. Dat is dus een badbom. Ik heb geen bad, maar mijn ouders wel. En mijn beste vriendinnetje binnenkort ook. Deze ruikt echt goddelijk lekker. 3. Dit is een Juicy Pear Shower Gel. Dit zijn echt hele lekkere producten die ik helemaal niet ken. Het zijn zeg maar wel de normale producten, dus de face mist en de bath bombs en de shower gels, maar met hele leuke geurtjes. Deze ruikt mega lekker. Heel leuk. Echt heel leuk. Volgens mij gaat hij straks trouwens helemaal instorten, omdat ik de doosjes niet terugzet. Ik ben benieuwd of het blijft staan als je de doosjes niet terugzet. 4. Dit is dus een nagelvel. Vind ik altijd een beetje saai. Maar het voelt wel als een hele goede vel. En hij is heel leuk. Dream Big Girl, Future is Female. Is dit een soort van bekende vrouwenkalender of zo? 5. Het zou wel leuk zijn als hij blijft staan. Vet grote doosjes trouwens voor sommige producten. Dit is de Chamomile Gentle Eye Makeup Remover. Ook meer dan welkom. Ik ben benieuwd of die ook waterproof verwijdert. Dit soort, ja, ik ben echt obsessief met minis van de Body Shop. Ik heb een hele bak in mijn badkamer. En die dingen gaan gewoon altijd mee naar hotels op vakantie. Dus heel relaxed. Mega doos. Superleuk dat er ook een groot iets in zit. Dit is een strawberry, dus een bekende geur van Body Shop, ouderwetse zeg maar. Een standaard in de collectie. Maar dan een shampoo en dat heb ik nog nooit gebruikt. Vind ik leuk. Clearly Glossing Shampoo voor dual hair. Ook welkom. Wauw, ik vind het misschien ook wel een van de leukste adventkalenders eigenlijk, Body Shop. Ik vind dat altijd echt alles wat erin zit, vind ik gewoon superleuk. Dit gaat nu instorten. Ja. Hele neutrale geur.
de Body Butter Fuji Green Tea. Niet dat ik denk, wow, lekker. Maar wel ideaal een neutraal geurtje. Acht. Dit is de Body Shop British Rose Shower Gel. Ik heb hier al een bodycreme van. Heel lekker. Niet heel rozeachtig. Beetje subtiel. Maar ja, ik blijf het zeggen. Echt love dit. 9. Oeh, nu gaat het echt instorten. Ai, ai, ai. Warm Vanilla Handscreen. Love Vanille. Hij zit dicht, maar hij ruikt heel lekker. Volgens mij zetten de meeste mensen die doosjes steeds allemaal weer terug. Ja. Sorry hoor, jongens. Ga ik gewoon... Ik heb er geen tijd voor. Busy life. 10. Het is echt een prachtige kalender. Ik ga er zo snel doorheen dat ik nu niet eens geniet hiervan. Dit is wel echt een kalender die je echt dag voor dag moet openmaken. Want het is zo mooi en leuk en ja, heel leuk. Dit is altijd zo'n, dat je denkt, oké. Maar eigenlijk vind ik dit heel chill, want ik douche altijd met zo'n puff. Ik vind dat je dan veel minder douchegel gebruikt. En op vakantie vind ik zo'n grote vaak onhandig. Dus dit is ideaal om mee te nemen op vakantie. Top. 11. Wat een geweldige kalender. Een sheet mask. Een calm om je huid te kalmeren. Na 15 minuten voelt je gevoelige huid gehydrateerd, gezetteld en soothed. Tot nu toe nog ja, de vel. Maar verder denk ik bij alles. Welkom, welkom. Kom maar. Heel blij mee. Het zou leuk zijn als je het dus kon leeghalen zonder dat het instortte. Maar dat is dan bijna meer een soort spel. Wow, hierbij denk ik wel, zit hij leeg. Er zit ook heel veel in de deksel. Maar dit is de Coconut Cream Body Scrub. Heel erg fijn. Heel lekker. 13. Dit is een green tea bath bomb. Ik vind die mango veel lekkerder. Maar bijvoorbeeld mijn moeder zou deze weer heel lekker vinden. Ruikt super natuurlijk en fris. 14. Meer zoet. Lip butter. Nieuwe verpakking hebben ze. En wat een toffe verpakking. Heel blij mee. Zoet. En lip butter is echt... Ja, geweldig. 14 was dat denk ik. 15. 15. Ik denk zeep. Wow, Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Facial Soap. Ik hou van zeep voor mijn gezicht. Het droogt je huid meestal wel uit, maar ik vind dat zo lekker. Ik heb het ook van Lush met porridge erin. En dit is dus een houtskool met bamboe en tea tree oil. Oh, als je huid onrustig is, gaat dit denk ik echt lifesaving zijn. Hier ben ik heel benieuwd naar. En het is een full size verpakking volgens mij. 16. Dit is dus de British Rose Body Butter. Die heb ik in mijn voorraad. Ik smeer niet genoeg. Moet ik meer gaan doen. Maar hier maak ik ook mijn moeder heel blij mee. Lekkere geur. Net als die ander. Niet te heftig. Maar wel subtiel en fris. 17.
weer een sheet mask. En dit is een Vitamin C Glow Sheet Mask. After 15 minutes, grumpy skin feels hydrated, awakened and healthier. Wat doen ze dit leuk? Wat ziet het er leuk uit? Wat ziet het er hip uit allemaal? En wat ben ik hier blij mee? Echt heel blij. Wauw. Echt, echt heel blij mee. Super leuke kalender. Heel leuk. 18, geloof ik. Die is heel zwaar weer. Ik denk misschien wel de strawberry conditioner. Wat ik zelf ook heel leuk vind, stel dat ik die strawberry shampoo en conditioner niet wil, laat ik het in dit doosje en geef ik het cadeau. Weet je, er staat 18 op, maar verder is het echt een geweldige cadeauverpakking. Superleuk. En je kunt het ook gewoon weer dicht doen. Ik vind het ook echt zonde wel om het weg te gooien. Maar ja, wel heel leuk. Dit is echt een kalender die je gewoon elke dag wil uitpakken eigenlijk. En wil je het niet, geef je het cadeau. Top. Dit is inderdaad de conditioner. En ben ik heel benieuwd naar. Ik weet dat ze ook een bananenlijn hebben die ik echt al heel lang wil testen. Meer zoet. Heel erg. Echt chemische aardbeiengeur, maar wel heel lekker, vind ik. 19. Dit is de White Mask Body Lotion. En dit is volgens mij een wat neutralere geur. Ja. Dit doet niks met mij, zeg maar. Als in, word er niet gelukkig van. Want ik hou gewoon heel erg van geurtjes. Maar voor veel mensen een heel fijn product. 20. Jullie zien niks meer van de kalender. 20. Weer een bath bomb. Als je geen bad hebt, kan ik me wel voorstellen dat je dan denkt, oh, het zal de derde bath bomb misschien. Maar ja, de meeste mensen gaan wel eens naar een hotel of iets. En dit is wel klein en ideaal om mee te nemen. Ik vind het heel erg leuk. Maar laat even weten ook wat jij nu van de kalender vindt. Denk je van, ik denk zelf van, oh, wat veel verschillende soorten producten. En binnen elk soort product ook veel verschillende geuren en lijnen. Dus het zijn dan wel 3 bath bombs, maar 3 verschillende geuren. Maar ik heb volgens mij 2 douchegels gehad. En de een is dan echt een zoete lijn. En de ander zo'n white mask lijn. Oh, dat was een lotion trouwens. Maar best wel, ja, heel veel verschillend. Dus voor ieder wel wat wils. En ja, voor mij, ik vind alles leuk van dit. Dat zei ik al. Deze ruikt heel lekker. Vanille? Maar echt kerstachtig. Hij ruikt echt naar een Lush bath bomb. Heerlijk. Ik weet niet. Hij doet me aan een bom van Lush denken. 21. Kijk, dit is dan dus weer een handscreen. Maar ja, het is pas de tweede van de 24. En dit is de grapefruit geur. Heel lekker grapefruit. En dit is dus een fruitgeurtje. Heel leuk. 22. Heel weinig geur. Dit is dan weer zo'n wat luxe product, denk ik. Dit is een aloe vera. Formulated for sensitive skin. Soothing day cream. Oeh, ja, je hebt ook nog. Dit is de middelste kalender. Je hebt een wat simpelere en de allerchiekste. En daar zitten volgens mij ook vitamine E, olie en dat soort dingen in. Maar heel leuk dat hier ook zo'n wat, ja, wat luxe product in zit. Een skincare. Heel benieuwd naar deze crème. Ook leuk. Het is mini, maar niet super mini. Heel veel. Het een is echt heel klein. Het ander is groot. Het ander is gemiddeld. 23. Weegt echt niks. Dit is een beauty blender. Wat grappig. Vrij stevig, maar ook wel bouncy. Ik gebruik eigenlijk geen beauty blenders meer, omdat ik dus eigenlijk geen foundation gebruik. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe deze is. Laat me even weten of je wel eens een beauty blender van Body Shop hebt gebruikt. Eén en laatste. Oh, het zijn 25. Ik zei net 24. 24. Oké, dit is het eerste product waarvan ik denk, oeh, dangerous om dit in de kalender te doen. Want dit is een Shine Lip Liquid. Dus ik weet niet of het een gloss is of een liquid lipstick, maar dan beweegbaar of zo. Maar dit is natuurlijk een heftige geur. Voor de kerst vind ik hem wel goed gekozen. Deze ga ik zelf niet dragen. Ik ga hem nu ook niet openmaken. Maar dan denk ik, ja, je zou als Body Shop misschien een wat natuurlijker tintje erin kunnen doen. Of een gloss, zodat het wat meer draagbaar is voor iedereen. Maar tot nu toe is dat het eerste product waarvan ik denk, die kan ik niet makkelijk gebruiken. Maar toch nog, ja,
weet je, alsnog leuk. Dus nog steeds zo enthousiast. En de laatste. En volgens mij zijn dat vaak altijd wel leuke dingen. 25. Pas over 3 maanden en een paar dagen is het 25 december. Maar we maken hem open. Ik ben zo benieuwd wat het is. Oeh, dit is een full size. Dit is dus een full size body butter. Dit is beurre de karité. Of oh, dit is chia. Chia butter. Superfoodend. Niet te zoete geur. Gewoon iedereen zal het lekker vinden. En een full size. En die zijn ook best wel prijzig. Dus heel tof dat dit er ook in zit. En ik vind het dus echt heel leuk dat het grote dingen zijn, kleine dingen. Zoveel variatie. Ik vind het een hele mooie kalender. Geweldige doosjes. Ja, het is wel echt milieuvervuiling. Maar dat zijn adventkalenders. Dit is er dan nu over. Dit ziet er nog steeds leuk uit. Misschien ga ik deze wel in de klas zetten eventjes of zo. Ik vind hem echt heel erg leuk. Super vrolijk en leuk. Ik vond het heel leuk om deze kalender uit te pakken. Wil je meer advent video's zien? Laat het me weten. Want ik kan er vast nog wel meer gaan maken. Ik vond het super leuk. Laat even weten wat je ervan vond. Doe even je duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij een vlog. Doei!